Jaarlijks worden in Limburg zo'n 750 mensen getroffen door een plotse hartstilstand. Hoe is het voor de achterblijvers als een geliefd persoon het niet overleeft? Deze aflevering van Mijn Limburgs Hart gaat over Vincent Gordijn uit Maastricht. In 2016 stierf hij plotseling door een hartstilstand na een aneurysma. Ik kan me die dag echt zo goed herinneren, want ik had wedstrijd. Ik had toen een voetbalwedstrijd en op de dag zelf, als ik wedstrijd had, zou ik altijd met Vincent bellen voor de wedstrijd. Om een beetje te praten over de wedstrijd zelf, hoe ik me voel. Maar die dag had ik niks gehoord. Dus ik had hem nog een appje gestuurd en geen reactie. Dus dat vond ik wel heel apart. Goed, iets met zich. Het was gewoon een normale zaterdagochtend. Ik kwam thuis van boodschapjes doen en hij was bezig boven op de slaapkamer van de oudste zoon om die te verven. En hij komt naar beneden en hij zegt, ik heb een vreselijke steek in mijn keel. En zijn linkerbeen had hij totaal geen gevoel meer. Daar kon hij bijna niet op staan. Hij zat er altijd. En soms voel je op een dag voel je dat er iets raars is aan de hand. En ik had dat die dag ook. En ik had gewoon mijn wedstrijd gespeeld en na de wedstrijd kreeg ik een... Ik keek op mijn telefoon en toen zag ik al zoveel berichten en de mensen me hadden gebeld. Toen dacht ik van, er is iets. Eigenlijk gelijk toen hij werd opgenomen, toen heeft hij zijn eerste hartstilstand gekregen. En toen, toen gingen natuurlijk allemaal alarmbellen rinkelen. En ik heb hem nog eigenlijk een laatste kusje op zijn voorhoofd gegeven. En ja, nog geen uur later komen drie chirurgen voor je staan en zeggen je man is zojuist overleden. Ik was helemaal in shock. Teamgenoten zaten om me heen en ik kon alleen maar huilen en voor me staan. Ik begon niet van, is het nou echt of zo? De moest door voor de kinderen, maar ook voor zichzelf. Voor zichzelf, zie je zeker. Dan zit je dan met je twee kinderen, ook met hun emoties. Ik vind het zo, ik had hun zo graag dat willen besparen. Hun onbevangenheid van het leven is hun afgenomen. En dan stort eigenlijk alles voor je in. Dan weet je niet meer, weet je niet wat er... Je gelooft in eerste instantie niet. Maar ja, van binnen en gelijk in tranen uitbarsten en heel veel woede aanvallen. Je ging door hem stralen, je ging door hem gewoon spontaan lachen. Ook al voelt je slecht, je keek hem aan en hij bracht het weer op zo'n manier dat het... het is fijn, het kan ook zo op zo'n manier. Daarom vond ik het ook zo belangrijk dat hij ook continu ook dicht bij me was en bij mijn familie en bij mijn ouders. Daarachter zaten mijn ouders en mijn familie. En hier was Vincent altijd, dus voor mij was het altijd naar achter kijken en naar links kijken. Al van kind af aan was MVV heel belangrijk voor hem. Als wij ergens op bezoek kwamen, het eerste wat hij dan zei tegen en wat zegt ze van MVV? Nee, het went niet, want ik mis hem wel op heel veel momenten. En voor mij nog altijd wel bizar. Weet je wat het is? Het wordt steeds definitiever. Hij komt echt niet meer terug. Nu heb ik het wel, kan ik het wel steeds beter accepteren. Maar nog steeds iedere dag denk ik aan hem en mis ik hem zeg maar iedere dag wel. Dus dat is wel zo. Het voelt echt alsof ik opnieuw moet beginnen. Ik geloof er wel in dat hij weet dat hij op ons neer kan kijken. Dat hij gewoon ziet wat ik doe. En dat hij me altijd zal beschermen. Vindt dat mij nu zou zien lopen, dat ik op het graasveld van MVV. Nee, had er niet gedacht. Nee, met uw financiële steun en Hart- en Vaatonderzoek Fonds Limburg steunt u de generaties van nu en morgen. U steunt ons toch ook? Geef vanuit uw Limburgs hart.